Oké, mensen, welkom bij het derde uurtje van de Omgevingswet. Hierbij hebben we de uitwerking gedaan van de garagebedrijven. Nico Haasnoot heeft in de voorbereiding het aantal artikelen met mij gedeeld, welke hij graag behandeld ziet worden. En die hebben wij met jullie gedeeld. En we gaan dus aan de slag met het bal, de bruidsschat en eventueel het omgevingsplan. Daarbij zijn we uit elkaar gegaan in een vijftal groepjes, wat nieuw was. En daarbij hebben jullie proberen de artikelen uit het bal, bruidsschat en omgevingsplan op te zoeken. Daar hebben wij in totaal hebben wij daar 30 minuten voor genomen. En hier in deze video gaan we een stukje uitleg geven over de resultaten die hieruit vandaan gekomen zijn. Wat jullie nu zien is eigenlijk het schema van Nico wat we hebben opgezocht. Dus daar hebben we opgezocht het hebben van geen lekbak in een garagebedrijf. Het ontbreken van gevarensymbolen bij de opslagruimtes gevaarlijke stoffen. Het niet legen of onderhouden van de olie-benzineafscheider. De onjuiste opslag in de verkoopruimte. De afvoer van afval naar niet erkende inzamelaars. En het eventueel niet melden van activiteiten bij een desbetreffend garagebedrijf. Wat jullie hier zien staan zijn de artikelen uit het besluit en de regeling. Zoals die waren. En zoals jullie zien bij de afvoer van afval was dat op dat moment de wet milieubeheer die van toepassing is. En niet het activiteitenbesluit. Gaan we ze eigenlijk behandelen. En dan komen we eigenlijk bij de eerste. Dus de overtreding op het niet aanwezig hebben van een lekbak. En daar kwam als resultaat eigenlijk naar voren toe paragraaf 4.22 en dan het artikel 4.3.60. Als zijnde het juiste artikel uit het bal. Bruidsschat en omgevingsplan waren hier niet van toepassing. Jullie zien ze hier nog eventjes in beeld. Dus 4.22 het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. En dan artikel 4.63 de bodem en de bodembeschermende voorzieningen. Aan deze presentatie hebben we ook een lijstje met de complete regelgeving en de wetteksten gedaan. En die kunnen jullie aan het eind van de sessie kunnen jullie die op een bepaalde plek vinden die aangegeven wordt door ons. Daarnaast zijn er ook bij het zoeken naar deze artikelen een aantal fouten gemaakt. En die wil ik toch even met jullie benoemen. En blijf vaak, let goed dus op de paragrafen. Dus iets wat toegepast werd, zoals 404, het opslaan van goederen. Daar ging het dus niet over. Dus dat artikel kon ook niet toegepast worden. Ondanks dat het misschien textueel de juiste artikelen zijn. Het valt gewoon onder de verkeerde paragraaf. En het lijkt me duidelijk dat 4.45 het verwijderen van graffiti echt niet van toepassing kan zijn op dit onderwerp. Op het niet hebben van een lekbak. De volgende die we hebben is de overtreding op het niet hebben van een gevarensymbool in een opslagruimte. Daar kwam bijna voor toe dat het paragraaf 4.98 is en artikel 4.1012. Ja, inderdaad, het gaat tot boven de 1000. Daar zit de verwijzing in naar het PGS. En daar moet je gewoon eigenlijk zoals we ook in de activiteitenbesluit en de activiteitenregel gewoon de PGS toepassen. En dan vanaf voorschrift 3.13.1. Ook hier werd dus een ander artikel toegepast en dat was artikel 4013. En dat is eigenlijk het artikel voor de ruimte voor verkoop aan particulieren. Dus dat was in dit geval niet van toepassing. Daarnaast waren ook nog een aantal mensen die terugvielen eigenlijk op 2.11 specifieke zorgplicht. Maar aangezien we een uitgeschreven artikel hebben, kan je hier dus geen zorgplicht toepassen. Komen we bij de volgende overtredingen, het onderhoud en het niet legen van de olie-benzine-afscheider. Daar kwamen eigenlijk een groot aantal paragrafen en artikelen kwamen daarbij voorbij. Ik begin eigenlijk met de laatste, met dus 3.29 en artikel 3.27, paragraaf 4.22 met het artikel 4.362 en paragraaf 4.98. Met een aantal artikelen daaronder met het toepassingsbereik genoemd. Frappant hierbij was eigenlijk
deze artikelen werden gevonden en zijn ook eigenlijk allemaal van toepassing erop. Maar bij deze overtredingen werden geen afwijkende paragrafen genoemd. Dus onderstapt in vijf groepjes uit elkaar gaan en er een grote diversiteit aan paragrafen en artikelen vaak wordt benoemd, waren we het bij deze artikelen eigenlijk met elkaar over eens. Dat was wel een opvallende eigenlijk. De volgende die we gedaan hebben is de overtreding op de onjuiste opslag in de verkoopruimte. En daar ben we eigenlijk naartoe gegaan naar paragraaf 4.98, het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. En dan verwijzende naar de artikelen 1004 en 1012 en daarnaast 1013, waar het beruchte schemaatje in zit, waar de getallen genoemd zijn. Daarnaast heb ik ze nog eventjes uitgeschreven voor jullie. Het complete artikel 4.98 zit in de bijlage van Word genoemd en 3.29 hebben we hieronder even genoemd. Wat is dan het verschil tussen de paragraaf 4.98 en de paragraaf 3.2.9? Want een puntje, je struikelt er constant over. 3.2.9 is dus van toepassing op bijvoorbeeld de opslag bij garagebedrijven. Bij garagebedrijven zijn vaak geen verkoopruimtes. Dus hier gaat het echt specifiek over de 25 liter ADR3, de 125 liter brandbare gassen. En bij 4.98 gaat het eigenlijk over de hogere waardes waarvoor verkoopruimtes zijn vrijgesteld. Dus 3.2.9 is hier eigenlijk niet van toepassing als er geen verkoopruimte is bij een desbetreffend garagebedrijf. De volgende die we eigenlijk hadden was de overtreding afvoer afval niet naar erkende aanzamelaars. Nou, daar is eigenlijk niets in veranderd. We hebben wel heel goed gezocht. We hebben ook getwijfeld. Waarom staat dat niet in het bal? Maar wij hebben het als groepen zijnde niet kunnen vinden dat er iets over wordt genoemd eigenlijk in het bal. Wat we naar voren toe kwamen waren weer een aantal paragraaffouten. Er werd er één genoemd met een crematorium. Afval, inzamelen, stof, etc. En daarnaast werd paragraaf 4.50 genoemd het ontvangen van afvalstoffen. Nou, het is het ontdoen van afvalstoffen. Dus die kon op dit moment kon die eigenlijk niet van toepassing zijn. Daarnaast hebben we nog het overtreding op het niet melden of het oprichten van een desbetreffend bedrijf. Nou, dat wordt gewoon benoemd in het bal onder 3.2.7.9 lid 1 en lid 2. Die hebben we hieronder hebben we die uitgeschreven voor jullie. Daar hebben we dus ook op een tweetal plekken hebben wij dus die informatie kunnen vinden. In paragraaf 3.8.4 staat er dus daadwerkelijk echt genoemd garage, autoherstelbedrijven, autowasplaatsen en carrosseriebouwers. En er wordt aangegeven, bla bla bla, tenminste 4 weken van tevoren de activiteit melden, de begrenzing, de datum. En bij paragraaf 4.22 wordt die nog eigenlijk eens een keer benoemd, het melden. Dus wat hier nu exact de verschil in is, dat hebben we in klein comité nog even besproken, maar dat hebben we eigenlijk niet zo goed kunnen vinden. Daarnaast hebben we ook nog eens een keer onder de afdeling 2.6 hebben we nog een keer de algemene indieningsvereisten staan. En hoe die zich dan verhouden, hoe 2.17 en 2.18 zich dan verhouden ten opzichte van de hiervoor benoemde paragrafen, is ons ook niet helemaal duidelijk. Dus dit discussiepunt gaan we wel meenemen om uit te werken op landelijk niveau wat nu toegepast moet worden. We hebben de indruk dat sommige dingen er op deze onderwerpen gewoon een beetje dubbel in staan. Maar is een discussiepunt. Als jullie in aanvulling op deze presentatie daar nog input op willen leveren, graag. Daar staan wij voor open, want wij komen er ook niet helemaal uit. Wat viel ons verder op binnen die casus? Nou, we gaan jullie tips en trucs gebruiken die jullie ons hebben toegestuurd en ook via de chat. Dus we gaan de casus van tevoren aan jullie toezenden. De volgende casus staat voor eind mei, staat die gepland. En eigenlijk 2 dagen voordat we de casus gaan doen, willen we eigenlijk de artikelen met jullie delen. Zodat jullie deze van tevoren kunnen opzoeken. En dat jullie het half uurtje kunnen gebruiken eigenlijk om te discussiëren, om te kijken welke paragrafen, welke voorschriften uiteindelijk van toepassing zijn. Want door jullie werd aangegeven dat de zoektijd voor de artikelen en het beargumenteren eigenlijk te kort is. Dus 30 minuten was te kort. Dus wat we gaan doen is, we gaan van tevoren aanleveren en jullie krijgen 30 minuten de tijd
tijdens de casuïstiek om met elkaar te discussiëren over het feit van wat wel, wat niet, waarom wel, waarom niet. En we gaan proberen de overtredingen iets beter te omschrijven voor jullie, dus zodat daar geen discrepantie over kan ontstaan van wat we er nu exact mee bedoelen. Want bleek tijdens de laatste casuïstiek dat sommige mensen een ander beeld hadden bij de overtreding als wij voor ogen hadden. Dus ook door de 2 dagen van tevoren aan te geven, kunnen jullie ons daarover mailen van wat wordt er nog exact mee bedoeld als dat niet duidelijk blijkt te zijn. Nou ja, we hebben de antwoorden van jullie toegevoegd aan deze casus. Er is nog een compleet uitgeschreven Word-versie. Die wordt ook meegezonden aan jullie, dat jullie de artikelen kunnen lezen. Zijn er nog op- of aanmerkingen, geef ze aan ons, dan kunnen we ze meenemen. De leermomenten. Nou ja, het blijkt toch wel weer, het zoeken in die paragrafen, dat is toch wel het belangrijkste punt. Kijk of de paragraaf van toepassing is op de overtreding. Heel vaak staat het juiste artikel uitgeschreven wel bedoeld, maar blijkt het toch echt de paragraaf niet te zijn. En ook hier blijkt in het bal wel een paar foutjes te zitten die wij mee moeten nemen. En check, op dit moment is dat wat lastig, ook de bruidschat en het eventuele omgevingsplan. Omgevingsplannen zijn er op dit moment nog niet. Dus dat is nog wel wat lastig. Nou ja, alle punten gaan ter terugkoppeling naar de leerkring toe. En wij hopen dat jullie er hier iets van op hebben geschoten. En zijn er aanvullingen, ideeën, geef ze het ons door. En eind mei ga ik samen met Suzanne een nieuwe casus voor jullie voorbereiden. En gaan we ons klaarmaken voor de omgevingswet. Hey, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en tot een volgende keer. Groetjes, ook namens Nico en Max die op de achtergrond net zo hard hebben meegewerkt. Hey, dit was het. Succes!